Religieuze leiders in Suriname willen een gedragscode voor de verkiezingen van dit jaar. Suriname staat bekend om de organisatie van eerlijke verkiezingen. Om die standaard te behouden, moeten politieke organisaties, maatschappelijke organisaties, media en de burgerij zich committeren aan eerlijke en transparante verkiezingen. De gedragscode zal volgens de religieuze leiders bijdragen om dit doel te bereiken. De code is reeds opgesteld door het Comité Christelijke Kerken, de Interreligieuze Raad in Suriname en het Platform van Christelijke Leiders. De code is gisteren gepresenteerd door bisschop Karel Tjuni in de Maarten Lutherkerk aan de Waterkant. Vertegenwoordigers van politieke partijen, religieuze groepen en de media woonden de presentatie bij. Het burgerinitiatief onder leiding van Shada Ganga vertegenwoordigde de burgerij. Ganga juicht het initiatief toe. Het is een aanzet om te komen tot een definitieve gedragscode. De IRIS heeft in 2015 reeds een gedragscode gepresenteerd, maar die was geheel vrijblijvend. Aanvankelijk was dat ook de bedoeling van deze gedragscode, maar we willen toch een stap verder gaan. Namelijk dat de belangrijke stakeholders in de komende verkiezingen zich zouden committeren door hun handtekening hieronder te plaatsen. Allereerst dat ook wij bezorgd zijn om de toon en aard van de campagnevoering die we bij deze verkiezingen zien. Een gedragscode is dus meer dan op zijn plaats. Ik licht gewoon enkele zaken uit die ons opvielen. Vanuit het principe van vrije, geheime verkiezingen willen we bijvoorbeeld speciale aandacht vragen aan het paragraafje bestemd voor kiezers en burgers, waarbij het volgens ons heel voorzichtig balanceren is tussen wat wij van kiezers verlangen en wat de realiteit is waarin zij leven. We kunnen niet van kiezers vragen om zich niet te laten corrumperen zonder ze handvaten te geven om dat corrumperen te herkennen. Ook de politieke partijen zijn bereid zich te committeren aan de gedragscode. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, wil dat het finaal document uiterlijk 9 april af is en ondertekend is. Namens de Surinaamse Vereniging van Journalisten voerde Nita Ramcharan het woord. De SVJ zal de gedragscode niet ondertekenen. Het is tijd dat we een gedragscode hebben. Het is de tijd dat we ons conformeren aan regels van fatsoen, ethiek. Maar het is ook een proces. Ik ben vreselijk blij met dit initiatief, maar monseigneur, trek er nog eens 10 jaar voor uit. En ik ben niet pessimistisch. Het is een proces. Want zolang dit volk blijft applaudisseren voor banale taal, voor ordinaire taal, dan is dat de taal die de politicus gaat gebruiken om het volk te bereiken, om de zetels te halen. De SVJ heeft een eigen code en eigen ethische principe. En op grond daarvan zou de SVJ zonder meer, hoe goed het initiatief ook is, en het is zeker nodig voor politieke partijen vooral om een ethische code te hebben, kunnen wij dit niet ondersteunen omdat het indruist tegen de persvrijheid en tegen beleving van de democratie door journalisten. Wat mij opvalt hier is dat er helemaal geen vertegenwoordiging is van media-eigenaren. Dat was Nita Ramcharan, vertegenwoordiger van de SVJ, gisteren bij de presentatie van de gedragscode die religieuze leiders willen invoeren in verband met de komende verkiezingen. Na de presentatie zijn er discussies gehouden.